Vandaag een antwoord op de vraag van Esme. Esme heeft afgelopen week een chocoladeletter gekregen, net als de andere gezinsleden binnen haar gezin. Deze ligt nu in de kast en zit haar al een aantal dagen aan te kijken. Deze roept om opgegeten te worden. Esme weet ook dat ze deze echt wel op zal eten. Ze weet alleen nog niet wanneer. Wat ze ook nog niet weet is wat ze ermee zou doen. Of ze deze chocoladeletter in één keer op zal eten. Dan heeft ze hem ook maar op en dan heeft ze het maar gehad. Zal die haar niet meer aan zitten te kijken. Of dat ze zal proberen deze in stukjes te snijden. En deze stukjes over meerdere dagen te verdelen. De vraag van Esme van vandaag is dan ook, maakt het een verschil met betrekking tot mijn gezondheid? Dat een chocoladeletter nou niet echt bepaald helpend is voor het behoud van een goede gezondheid, dat weet ik. Maar eten zal ik hem toch, maar maakt het uit of ik hem nou in één keer opeet of dat ik hem over meerdere dagen verspreid? Nou, Esme. Laten we eerst eens kijken en bespreken hoe je lichaam eigenlijk functioneert, hoe je lichaam behoort te functioneren, welke invloed jij hebt met je voeding op het functioneren van je lijf en wat er gebeurt in je lijf wanneer jij een hele chocoladeletter of een stukje chocoladeletter eet. Of iets anders eet, want dit is alleen nu dan van toepassing. Maar normaal gesproken zijn soortgelijke voorbeelden ook wel van toepassing. Wanneer jij dus iets snoept waarin voedingsstoffen aanwezig zijn die niet bepaald voedzaam zijn. Dat wil zeggen, bewerkte voedingsstoffen waar geen vitamine of mineraal meer in te vinden is. Dus welke geen voedende waarde heeft. Enkel calorieën levert. Nou. Esme, in jouw lijf moet voortdurend een evenwicht genaamd homeostase bewaakt worden. Wanneer dit evenwicht namelijk niet bewaakt wordt, dan zul jij niet kunnen overleven. Enkel wanneer dit evenwicht in jouw lijf heerst, dan kunnen de processen in jouw lijf goed plaatsvinden. Alle processen goed plaatsvinden in alle delen van jouw lijf kunnen deze goed gereguleerd, goed op elkaar afgestemd worden. En kan er na afbraak, want je hebt twee soorten processen in je lijf, afbraakprocessen en opbouwende processen, kan er na afbraak ook wel herstel plaatsvinden. Wanneer dit evenwicht niet heerst, dit evenwicht genaamd homeostase, dan kunnen niet alle processen in je lijf goed uitgevoerd worden. Kunnen deze ook niet. En dat gebeurt dan met behulp van je centrale zenuwstelsel, je hersenen en een deel van je ruggenmerg. Kunnen deze processen ook niet goed op elkaar afgestemd worden, gereguleerd worden. Deze zullen dan in een beperkt deel van jouw lijf plaats moeten vinden op een onwillekeurige manier. Een actie-reactie, een reflexmechanisme zal hier dan aan ten grondslag liggen. En dan, in dat geval, wanneer dat evenwicht niet heerst, dan kan er na afbraak ook niet goed herstel opbouw plaatsvinden. Zal dit niet goed plaatsvinden? Dus jouw lichaam is om jou goed schadeloos jouw dagen door te laten komen en goed te laten functioneren. Jouw lichaam is met behulp van signaalstoffen zoals hormonen en neurotransmitters voortdurend bezig dat evenwicht te bewaken, te behouden. En dat evenwicht, dat hangt samen met een ideale voedingsstofsamenstelling in jouw bloedbaan. Een ideale voedingsstofsamenstelling waarmee je lichaam in staat is jouw bloedsuikerspiegel binnen bepaalde waarden te houden, je bloeddruk binnen bepaalde waarden te houden, het vochtgehalte in je bloedbaan om en nabij een ideale waarde te houden, de zuurtegraad in je bloedbaan om en nabij een ideale waarde te houden, en ook de osmolariteit. Hoeveelheid opgeloste stoffen in jouw bloedbaan om en nabij een bepaalde waarde te houden. Enkel wanneer de ideale voedingsstofsamenstelling heerst en goed bewaakt kan blijven, dan
dan kunnen de processen in alle delen van jouw lijf dus goed gereguleerd worden, goed op elkaar afgestemd worden. Kan dat met behulp van je centrale zenuwstelsel plaatsvinden. Kan dat op een gestuurde manier en ook op een rustige manier, zodat na afbraak ook wel herstel weer mogelijk is en je alsnog gewoon prima kan functioneren. Dat is dus wat je lichaam voortdurend aan het doen is en mee bezig is. En daar heb jij invloed op. Op het moment dat jij wat eet, heb jij namelijk invloed op die voedingsstofsamenstelling in je bloedbaan. En kan jij dat evenwicht, genaamd homeostase, in jouw lijf ofwel verstoren, ofwel behouden. Nou geloof me, en dat geloof je vast wel, als je iets zoals een chocoladeletter eet, en je eet dat bijvoorbeeld in één keer op, dan zou dat evenwicht in jouw lijf drastisch verstoord raken. Jouw bloedsuikerspiegel zou verhoogd raken. Het vochtgehalte in jouw bloedbaan zou verstoord raken. De osmolariteit zou verstoord raken. De zuurtegraad zou wat verstoord raken. Je bloeddruk zou verhoogd raken. Wow, en daar moet jouw lichaam dan op reageren. Op die actie-reactie manier met behulp van je autonome zenuwstelsel, dat centrale zenuwstelsel, dus de rustige manier, daar kan we even niet meedoen, dat evenwicht moet hersteld worden. En dat gebeurt, en het overleven, de uitvoering van een beperkt deel van de processen in jouw lijf, wat dan nog maar mogelijk is, dat gebeurt door uitputting van jouw waardevolle weefsels en ook beschadiging van jouw waardevolle weefsels. Dat wil zeggen, wanneer jij iets zoals een chocoladeletter eet en jij het evenwicht in je lijf drastisch verstoort, dan raakt jouw lijf uitgeput en beschadigd. Wanneer jij echter omheen die chocoladeletter je voeding optimaal voorziet in zogenaamde essentiële voedingsstoffen, dat zijn stoffen waar je lichaam niet zonder kan. Dat zijn stoffen welke je lichaam nodig heeft om een verstoord evenwicht, wat natuurlijk onder meerdere omstandigheden en dus ook na het eten van een chocoladeletter of iets dergelijks kan gebeuren, om verstoord evenwicht weer te kunnen herstellen. Dus wanneer jij omheen die chocoladeletter wel jouw voeding optimaal voorziet en blijft voorzien in alle essentiële voedingsstoffen, dat zijn alle vitamines, alle mineralen, 9 specifieke varianten van aminozuren en 2 specifieke varianten van vetzuren. Die zijn aanwezig in verse groenten, vers fruit, bronnen van dierlijke eiwitten zoals ei, vlees en vis, vette vis, notenzaden en pitten, mits deze allemaal niet allemaal bewerkingsproces hebben ondergaan, wanneer je je voeding daar goed in blijft voorzien, al voorziet en blijft voorzien omheen het eten van die chocoladeletter, dan kan gelukkig dat verstoorde evenwicht ook wel weer hersteld worden na een tijdje. En vervolgens kan ook de uitputting en de schade die is ontstaan als gevolg van dat tijdje na het eten van die chocoladeletter, kan wel weer hersteld worden. Eet jij omheen die chocoladeletter echter niet voeding met essentiële voedingsstoffen erin, of schiet jouw voeding daarin tekort, dan kan dat evenwicht niet hersteld worden. Ook als jij besluit, ja juist omdat ik zoveel calorieën heb binnengekregen, ongezonde calorieën, ja dan moet ik juist weer wat gaan weglaten uit mijn voeding. Ja, dan kan jij tekorten oplopen. In essentiële voedingsstoffen kan dat evenwicht in jouw lijf niet goed hersteld worden. En dan zou dus die uitputting en die schade die sowieso even ontstaat na het eten van iets als een chocoladeletter, zou blijven bestaan. Kan niet hersteld worden en dan zul je ook steeds een soort van onrust voelen. Wanneer jij de chocoladeletter in stukjes hakt en die verspreidt over meerdere dagen, dan zal elke dag dat evenwicht in jouw lijf enigszins verstoord raken. Niet zo drastisch als wanneer je dat in één keer opeet, maar wel elke dag. Ook dan geldt
Wanneer je je voeding daaromheen maar goed blijft voorzien of gaat voorzien in alle essentiële voedingsstoffen, en dus gewoon je groenten, je fruit, bronnen van dierlijke eiwitten en noten, zaden, pitten en koud gepeste olie en daarvan gewoon blijft gebruiken en dus niet dat weg gaat laten omdat jij een stukje chocoladeletter hebt gehad, ook dan kan jouw lichaam die uitputting en die schade die kan ontstaan vanuit dat verstoorde evenwicht en dat eventjes niet alle processen in je lijf goed kunnen reguleren en dergelijke, de schade en de uitputting die dan wel wat minder is, kan je lichaam tussendoor die momenten elke dag dat jij een stukje chocoladeletter eet wel weer enigszins herstellen. En wanneer je eenmaal dat laatste stukje chocoladeletter hebt gehad en dat evenwicht niet meer verstoort, dan kan jouw lichaam ook wel weer de uitputting en de schade ook wel weer herstellen en kun je gewoon rustig doorgaan. Wanneer je ook dan tussendoor die stukjes chocoladeletter dat niet doet. En jouw voeding sowieso misschien wat tekorten vertoont in deze essentiële voedingsstoffen die jouw lichaam nodig heeft om een verstoord evenwicht te kunnen herstellen, maar ook om uitputting en schade die is ontstaan door het verstoorde evenwicht weer te kunnen herstellen. En daarna weer rust te krijgen in je lijf en weer goed te kunnen functioneren. Wanneer je voeding daarin tekort schiet, of je gaat er juist zorgen voor tekortschieting door iets weg te laten omdat je chocoladeletter hebt gehad en dat zoveel calorieën bevat, dus moet jij iets gaan weglaten, dan zal die uitputting en die schade, wat in dit geval dan op meerdere dagen is ontstaan, maar uiteindelijk een optelsom is en op hetzelfde neerkomt dan in één keer, die uitputting en die schade zo ongeveer, die zal blijven bestaan en ook een onrust in jouw lijf zal blijven bestaan. Dus Esmee, als antwoord op je vraag, die chocoladeletter die me aan zit te kijken, die ik echt wil op ga eten, zal ik die, moet ik die, is het verstandig om die in één keer op te eten of over meerdere dagen te verspreiden? Dat maakt in principe heel weinig uit. Op het moment, doe dat op zo'n manier dat jij er lekker van kan genieten. Maar zorg ervoor dat jouw voeding optimaal voorziet of gaat voorzien in essentiële voedingsstoffen. Dat je dat er niet om weg gaat laten, want enkel dan, want zo'n chocoladeletter, of het nu een hele is of een stukje, verstoort het evenwicht in je lijf en doet uitputting en schade veroorzaken. Dat moet hersteld worden, het evenwicht moet hersteld worden, die schade moet hersteld kunnen worden, want anders is het belastend voor je en kun je daarna niet rust ervaren in je koppie, lijf en leven. Wanneer je zo min mogelijk nadelen wil ervaren hiervan, zorg ervoor dat jij omheen die chocoladeletter of dat stukje altijd je voeding optimaal voorziet of gaat voorzien in essentiële voedingsstoffen. Wanneer je niet wil dat die onrust hoe dan ook ontstaat in je lijf, ook al zorg je ervoor dat daaromheen jij goed blijft eten met voeding die essentiële voedingsstoffen bevat, dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om die chocoladeletter niet te eten. Dat is ook nog een optie. En juist met voeding waar die essentiële voedingsstoffen in zitten, jezelf te gaan trakteren. Dat kan natuurlijk ook. Maar wanneer je hem opeet en je zegt al, dat ga ik vast wel doen, zorg er dus voor dat je voeding optimaal voorziet in essentiële voedingsstoffen. Want een stukje of een hele chocoladeletter verstoort het evenwicht in je lijf. Dat maakt dat er onrust ontstaat in je lijf. Niet alle processen goed uitgevoerd kunnen worden. Dat waardevol weefsel uitgeput en beschadigd moet worden. En dat moet daarna wel kunnen herstellen. Dat kan het niet. Die onrust zal dus ook blijven bestaan. En niet alle processen kunnen weer helemaal goed uitgevoerd worden wanneer je voeding tekorten vertoont in essentiële voedingsstoffen.